FC Utrecht heeft vlak voor het sluiten van het transferwindow Frank de Mouge vastgelegd. Wat is dat voor speler? Ja, dat is echt een targetman. Een diepe spits, 9, lengte, kan oorlog maken, is balvast, kan scoren, kan goed koppen. Ja, het is echt een spits die onze selectie beter kan maken. Was dat nou echt de speler naar Utrecht naar op zoek was? Ja, een hele duidelijke profielschets hadden we intern met elkaar besproken van als we iets zouden willen doen, waar moet hij dan aan voldoen? Wat is nou eigenlijk nodig? Ja, en er kwam eigenlijk een profielschets uit als deze. En ja, dan vallen eigenlijk met alle respect, wat kleinere spitsen vallen af. En ja, dan bleef er een aantal opties open. En ja, de voorkeur was eigenlijk wel op de Mouge. Nou, we zijn hartstikke blij dat het uiteindelijk is gelukt. En het kostte bloed, zweet en tranen. Maar we zijn blij dat, ja, dat we weer verder kunnen. En dat hij de komende 3 jaar bij ons is. Ik ben super blij met de nieuwe club. Ja. Wanneer is dit gaan spelen? Ik hoorde van de interesse naar FC Utrecht Willem II. En dan moet het allemaal nog gaan lopen. En dan weet je ook niet hoe serieus het is. En later in de week liet ze toch echt blijken toch een afspraak te willen maken. En dan moeten de clubs eerst eruit zien te komen. En het is allemaal een beetje op het laatste moment geweest. Hoe zie je jouw rol in het elftal? Er zijn natuurlijk meerdere spelers op mijn positie en goede spelers. En ik zal de concurrentie aan moeten gaan. Het is een lang seizoen en er zullen heel veel wedstrijden komen. En, dus ik denk dat ik ga zeker voor mijn plek vechten natuurlijk. En we zullen zien hoe het gaat. Is dit een stap hoger dan Willem II? Ja, dat lijkt me wel. Kijk, in Willem II hebben we een lastige jaren gehad. En dit seizoen zal ook lastig worden. En bij Utrecht natuurlijk Europees voetbal. Voor mij is het natuurlijk 100% de stap hoger op. Ja. Het eerste contact is op zich natuurlijk op een grappig moment gekomen. De dag na de wedstrijd tegen Utrecht, toen je een van de spelers aanviel. Ja, het is een beetje toevallig inderdaad dat er net tegen Utrecht was. En ik dacht eerst dat het een grapje was. En, ik ben er super blij mee. Dus. Is er voorafgaand aan deze transfer nog gesproken met Jan Wuitens? Want hij heeft een directe ervaring met Frank de Mouge. Het is wel leuk, want we zaten bij elkaar en Frans Verseumer maakte al de opmerking 10 dagen geleden, toen sloopte hij onze spelers. En nu zitten we bij elkaar en willen we dat je bij ons komt. Dus dat is wel een hele gekke tegenstelling. Maar ik denk dat wel maatjes kunnen worden hoor. Heb je al contact met Jan Wuitens gehad? Nee, nog niet. Misschien morgen van achter een keer. Nee. Jij of hij? Hij bij mij, denk ik. Nee, flauwekul. Ik heb al vaker tegen hem gespeeld. En, hij weet, ik denk dat hij zo weet dat het niet met opzetten was. En, dus dat is voetbal, hè. Veel plezier. Dankjewel.